Ik ben dit jaar Prins Carnaval van Bonnebroek. 2018, gedeeltelijk 2019. En we gaan vandaag de jongens voor Glazen Huis vastzetten voor 4 dagen tot aan zondag 6 uur. Ik doe de deur op slot voor de jongens. En dan is het aan hun 4 dagen lang. Waar gaat het geld naartoe? Het geld gaat, even kijken, is het tweede of derde jaar gaat het naar de verenigingen van Bonnebroek. Dus de mensen konden waar opgeven waar ze geld voor konden krijgen. En, en dat is een hele boost gegeven in Bonnebroek. Waardoor er tienvoudige opkomsten zijn in plaats van naar serieus request gaat. Ja, Bonnebroek bestaat gewoon uit vrijwilligers. In alle lagen van het volk hebben ze dat. En hier is er een jongere groep opgestaan en die heeft dit voorgesteld. En iedereen is laaiend enthousiast. Wat voor bedrag gok je dit jaar? Ja, vorig jaar was het 21.000 nog wat. Maar daar praat ik voor mezelf. Stille hoop dat toch over de 25.000 euro gaan. De economie trekt een beetje aan, hè? Laten we het daarop hopen, ja. Mensen worden enthousiaster en iedereen heeft gezien wat er vorig jaar met geld is gebeurd. En dat was hartverwarmend. Heb je al geoefend? Nee, niet heel veel. Hoe vind je het zo, 4 dagen zonder eten? Ja, dat wordt een leuke uitdaging. Ja, maar we hebben er heel veel zin aan. Dus, Ik ben Niels Pigge en kom uit Bonnebroek. En ik heb er super veel zin in. Dus ik laat het gewoon lekker op me afkomen. Hoeveel kilo denk je dat je afvalt? Nou, ik gok op 5 kilo. Heb je familie en vrienden die alvast wat voor je gaan doen straks? Dat verwacht ik wel vast. Dus dan heb ik ze eigenlijk wel een beetje opgedragen om mooie muziek aan te vragen en daarvoor een mooie donatie te doen. Wij zijn eigenlijk best wel snel tevreden. Als jij een euro doet of een paar euro, dan zijn wij al bereid een mooie plaat voor jou te draaien. Alle kleine beetjes helpen. Slaap je ook in dat hok? Niet in de studio, om het zo maar te zeggen. Maar we hebben hierboven ook nog een kleine ruimte. En daar mogen wij slapen. We hebben ook een klein badkamertje bij, dus we kunnen ons ook nog douchen. Dat is ook wel zo prettig. Maar het is allemaal wel hermetisch afgesloten. Als ik kan merken aan andere jaren hoe gaaf het was. Dat je dan in de studio in mocht en plaatjes mocht draaien. En als je dan ziet hoeveel mensen er in het café er zijn. Ja, dat is gewoon hartstikke mooi om te zien. Waar een klein dorp heel groot in kan zijn. Echt dat je met zo'n klein dorpje, dat je toch een heel groot gemeenschapsgevoel kan creëren. Ja, veel plezier en succes, hè? Ja, dankjewel. En tot zondag 6 uur. Ja, helemaal goed. Hoi, hoi. Hoi. Ja, misschien moet je ondertussen Sander even de keer op slot doen. De studio. Ja, oké. Hij gaat nu op slot. En het is gelukt. Succes! Toppie.